Breda Nu. Je weet het meteen. Dag 2 voor de Samenloop voor Hoop. We zijn op het terrein van Sprint en Breda Nu mocht daar uitgebreid reportage van maken. Een voorrecht om hier te mogen zijn, dat weet ik wel. Sinds 1985 wordt Samenloop voor Hoop al georganiseerd en het is begonnen in de Verenigde Staten. Nederland heeft het overgenomen en nu dus in Breda. Heel veel mensen hebben eraan meegedaan en we kunnen ze natuurlijk niet allemaal voor de camera halen, maar wel 2 mensen van Sprint die bij mij staan. Clemens van der Rijken en Ilko Bakker. Welkom. Dank u wel. Jij moet wel in dat ding praten. Sorry, dank u wel. Hoe is het bevallen? Uitstekend. We wisten in eerste instantie wat ons te wachten stond natuurlijk, want het is voor de eerste keer dat het hier. En wij lazen een vogeltje bij Sprint tijdens een uitje met de Alzheimer groep die we al 20 jaar hier begeleiden. Dat er voor kanker het een en ander gedaan werd. Toen dachten wij, nou, vanuit onze Alzheimer-achtergrond moeten wij kanker zeker ook gaan steunen. Ja. En we hebben een groepje gevormd bij Sprint. En dat kwam al dus heel snel met vrijwilligers van de Alzheimer-groep. Hadden we al een half team bij elkaar. Dus. Ja, mooi. Ilko, ja. Jullie hebben met hoeveel mensen gelopen? 14 personen hebben we meegedaan. Jullie hebben dus echt estafette gedaan? Ja, we hebben echt estafette gedaan. Ja. Jullie hebben vannacht je bed ook niet gezien? Nee, we hebben ons bed niet gezien. Dat ziet er nog goed uit. Maar we hebben wel veel lol gehad, dus dat is heel belangrijk. Dus 14 mensen en weet je ook hoeveel kilometer jullie bij elkaar gelopen hebben? Nee, dat is heel moeilijk. Dat hebben we niet echt bijgehouden. Nee. We hadden eerst wel het plan om dat wel te doen, maar dat idee is gestrand omdat het bijna onhaalbaar was. Ja, ja, ja. Clemens, als jullie kijken even naar het verleden, heb je veel moeten voorbereiden om hier te kunnen zijn? Als sprint bedoel ik dan, hè? Dus niet alleen het lopen, maar als sprint? Ja, we hebben behoorlijk moeten voorbereiden om hier bij aanwezig te zijn. Ik werd dus teamcaptain en ik ben dus bij de bespreking van de teamcaptains geweest. En dat was best een hele voorbereiding. Ja. En ook hoe we de kraam zouden aankleden, wat we daarvoor zouden gaan doen en hoe we het geheel zouden brengen natuurlijk. Want, ja. Wat we de nacht zouden doen. En, dat is allemaal uitgebreid doorgesproken. Dus best een hele grote voorbereiding geweest. Ja, en jullie gaan straks best wel slapen, denk ik, als je thuis komt. Wij gaan zeker slapen, ja. En mijn vrouw en ik gaan morgen vroeg om een uur of 7 gelijk op vakantie voor 14 dagen. Oh, echt waar? Ja, dus we zullen een beetje lang slapen vannacht, denk ik. Ja, nou mooi. Dan wens ik je een hele fijne vakantie toe. En fijn dat jullie even aan tafel wilden komen. Ja, dankjewel. Bedankt. Gisteravond, toen het een beetje donkerder begon te worden, was er de kaarsenceremonie. En we hebben er natuurlijk reportage van gemaakt. Daar gaan we nu even naar kijken. Een belangrijk onderdeel van de Samenloop voor Hoop is de kaarsenceremonie. Deelnemers kochten een kaars in een kaarsenzak waarop ze een persoonlijke boodschap schreven. Een belangrijk moment voor iedereen tijdens deze samenloop, omdat dit een moment is om even stil te staan bij het doel van deze 24-uursloop. Aangekleed met tekst en muziek was dit op zaterdag een indrukwekkend moment. Als je een manifestatie organiseert waarbij je aandacht wil geven aan kanker, dan is het fijn als je gebruik kunt maken van een specialist.
We hebben een oncoloog uit het Amphia ziekenhuis bereid gevonden om bij ons aan tafel te schuiven. En ik mag verwelkomen Hans Westgeest. Welkom. Dankjewel. We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Dat is wel zo handig. Wat is uw specialisme binnen het Amphia? Ik ben algemeen internist-oncoloog. Ik doe eigenlijk alle soorten kankerbehandeling. Maar ik heb wel bijzondere interesse voor een aantal tumoren. Met name urologische tumoren. Blaaskanker, nierkanker, prostaatkanker. Het melanoom, huidkanker. En immunotherapie als behandeling. Ik kan me voorstellen dat er een heleboel mensen genezen. Dat geeft een goed gevoel. Maar u stopt ook ongelooflijk veel energie in mensen die niet genezen. Hoe ga je daarmee om? Ja, 's ochtends naar je werk gaan en aan de bak, hè. Maar neem je dat mee naar huis? Nee, ik denk het niet. Soms wel natuurlijk. En ik heb gelukkig een heel fijn gezin met jonge kinderen en een hoop mensen om me heen. En een hoop hobby's en... Waardoor je denk ik wel kwijtraakt. Want ik denk niet dat je het uiteindelijk volhoudt als je het altijd mee naar huis neemt. Nee, dat is waar. De ene vorm van prostaatkanker is agressief en de andere wat minder. Kun je daar iets over vertellen? Hoe kan dat? Hoe komt dat? Nou kijk, ik denk dat dit in zijn algemeenheid met kanker geldt. En kanker is een hele diverse ziekte. Het is een ziekte van het DNA. Dat zit in elke normale cel ook. En er is een schrijver die ook zegt... Cancer is a distorted version of ourselves. Kanker is een verstoorde versie van onszelf. Onze gezonde cellen die worden ziek en die gaan zich als kanker gedragen. En het hangt er dan net af hoe dat DNA beschadigd wordt. En hoe vaak het beschadigd wordt. Hoe die cel zich gaat gedragen. En dat kan relatief goedaardig zijn. Maar dat kan ook heel erg agressief en kwaadaardig zijn. En dat geldt voor alle soorten kanker. En je ziet vaak dat naarmate kanker langer in iemand aanwezig is en zich door kan ontwikkelen, dat hij agressiever wordt. Er zijn verschillende therapieën. De laatste jaren horen we een heleboel revolutionaire therapieën. Een daarvan is de immunotherapie. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat is een belangrijke ontwikkeling. Eigenlijk weten we al heel lang, al meer dan 100 jaar, dat het immuunsysteem iets met kanker kan. En dat is ook al... In 1890 of zoiets door een arts onderzocht. En die zag dat als je het immuunsysteem stimuleerde met bacteriën, dat tumoren ook kleiner kunnen worden. Alleen we begrijpen pas de laatste jaren wat beter hoe dat precies werkt. En hoe ik het aan mijn patiënten vaak uitleg, is dat we hebben allemaal witte bloedcellen, soldaatjes in ons bloed, die indringers buiten moeten houden. En je wil dat die witte bloedcellen zich op de tumor gaan richten. En die tumor die is helaas meestal niet... niet gek en die vermomt zich voor die witte bloedcellen, voor die soldaatjes. En dat doet hij door een soort vlaggetje uit te steken van mij hoef je niet te pakken. En met immuuntherapie kun je, het zijn eigenlijk verschillende soorten immuuntherapie, maar de belangrijkste die we op dit moment gebruiken, is dat we dat vlaggetje dat wordt uitgestoken, dat we dat kunnen afpakken. En daardoor die tumor weer herkenbaar wordt voor die soldaatjes en opgeruimd wordt. Nu zijn er een heleboel mensen die hebben daar hoop uitgeput en die krijgen te horen van, joh, jij komt daar nou net even niet voor in aanmerking. Hoe komt dat? Waar ligt dat aan? Nou, wij onderzoeken die therapie bij een heleboel tumoren. En je ziet dat het soms veel beter werkt en soms dat het bijna niet werkt. En die therapieën die kennen wel weer bijwerkingen. Je wil dat zo'n therapie in ieder geval beter is dan het beste dat we nu hebben. Heel vaak is dat chemotherapie als het gaat om uitgezaaide kanker. En voor een heleboel tumoren is nog niet aangetoond dat die immunotherapie beter is. En dus de beste behandeling is dan nog steeds chemotherapie. En dat is de reden dat heel vaak chemotherapie nog wel een eerste behandeling is. En pas als je weet dat immuuntherapie het beste is, als er bijvoorbeeld al een aantal behandelingen geweest zijn, dan kan dat ingezet worden. Ik hoorde laatst over een combinatie van immunotherapie en een medicatie. Wat moet ik me daarbij bedenken? Ik heb begrepen dat ze in de Verenigde Staten daar erg ver mee zijn. Ja, ik denk dat in zijn algemeenheid dat wij niet per se minder ver zijn hier in Nederland of in Europa dan in Amerika. Er wordt wel veel geëxperimenteerd nu met allerlei combinaties van medicijnen. En in het Amphia hebben we ook een aantal onderzoeken nu voor verschillende soorten kanker waarbij die combinaties worden ingezet. Ja, dat is heel spannend, want je weet nooit wat dat doet met bijwerkingen. Maar het is wel heel veelbelovend en we zien steeds vaker dat het heel goed lukt. Ja.
Er zijn ook experimenten gedaan met DNA-technieken. Daar hoor je tegenwoordig wat minder van. Is dat wellicht iets wat in de toekomst resultaat gaat boeken? Ja, je hoort het op congressen wel veel hoor. En dat is wel echt iets in ontwikkeling. Alleen het is weer veel complexer om te geven. Het is heel makkelijk om een medicijn wat je in een flesje aangeleverd krijgt toe te dienen. Op het moment dat je echt op maat gemaakte therapieën moet maken met virusvaccinaties of met DNA-aanpassing. Ja, dat is zo ingewikkeld dat je dat niet makkelijk uitrolt. En dat wordt dan ook eerst onderzocht vaak op één plek. Ja. Dat zijn soms wel studies die dan alleen bijvoorbeeld in Amerika lopen. En bij die mensen waar het meeste kans maakt om te lukken. En dan zie je dat het zich daarna langzaam als een olievlek gaat uitbreiden naar andere mensen en andere tumoren. En ik denk wel dat we daar in de toekomst veel meer van gaan horen. Alleen het is heel moeilijk en dat is lastig. Wat we met z'n allen willen, en die vraag zul je wel vaker te horen hebben gekregen. Gaan we ooit kanker kunnen genezen in zijn geheel? Nou, nu kunnen we het al gelukkig. Op sommige momenten lukt dat. Er blijven natuurlijk altijd mensen met uitgezaaide kanker waarbij het heel erg moeilijk is om het überhaupt te behandelen. Dat is aan de orde van de dag in mijn vak helaas. Ik weet dat die uitspraak een aantal jaar geleden is gedaan op televisie. Dat een belangrijke onderzoeker in Nederland zei van dit gaan we binnen 20 jaar genezen. Ik heb daar helaas wel een beetje mijn twijfel over of dat zo snel al kan zijn. Omdat die ziekte is zo complex en zo slim eigenlijk. Dat we pas aan het begin staan voor mijn gevoel. Ik ben bang tijdens mijn carrière nog niet, maar... Ik zou hier nog graag een uur over willen doorpraten, maar daar hebben we helaas de tijd niet meer voor. Ik heb er ongelooflijk veel waardering voor dat je tijd hebt vrijgemaakt om hier even naartoe te komen. Dank je wel daarvoor en heel veel succes en sterkte met jouw prachtige vak. Graag gedaan. Dit programma wordt door een heleboel vrijwilligers gemaakt van Breda Nu. Zo ook Rinse Bulkmans. Hij maakte de volgende sfeerimpressie. Tijdens de Samenloop voor Hoop is het niet alleen maar lopen. Er is ook genoeg ruimte voor heel veel gezelligheid. Zoals hier achter mij, op het middenterrein, met allemaal verschillende kraampjes. Hey, wat verkopen jullie hier eigenlijk? Nou, wij verkopen hier een heleboel mooie spullen. Ik zei eerst rommel, maar dat is het niet. Het zijn spullen. Maar die zijn natuurlijk tweedehands. Maar we hebben nieuwe paraplu's. Kijk, dan moet je even inzoomen op die paraplu hier zo. Dat zijn hele mooie grote paraplu's. Ja, helaas ging het vandaag niet regenen. Maar ik heb er nog 25 liggen. 4 euro, dus als iedereen nou die koopt, dan gaat er weer 100 euro naar KWF kankerbestrijding. We kopen hele gezonde smoothies en shakes. Smoothies van vers fruit en shakes van yoghurt met vers fruit. En daardoor hebben iedereen mooi zijn rondje af kunnen maken afgelopen nacht. Ah, prima. En jullie zullen er wel veel van verkopen, denk ik, als ze zo proeft. Wij verkopen hier producten van aloe vera, of tenminste op basis van aloe vera. Ja. Even kijken, als we naar het volgende kraampje gaan, dan zien we hier een soort van bierpong-achtig toernooi, alleen dan met water. Dat je de bekertjes of de balletjes in de bekertjes moet gooien. En hoe duur is dit? 1 euro per 5 ballen. Is er iemand die een wedstrijdje tegen mij durft te doen? Ik wel. Ja? Ja. Zijn die roze bekertjes zijn prijs, hè? Nou ja, nu zijn alle bekertjes prijs, omdat we hebben nog niet heel veel. Oké. We hebben te veel prijs ook. Ah, eentje. Oh, dat was wel heel slecht. Voor de kinderen, knuffel. Alsjeblieft. Dankjewel. Jezus. Dit is niet zo, dit is niet heel best. Oh man, dit is echt heel erg. Ja, ja. Ja, hij heeft een beetje afwijking naar links met de wind. Gelijkspel, jongen. Hebben jullie nou net ook meegelopen met die kinderlopen, of dat niet? Ja. En hoe ging het? Goed. Ja, vond je het leuk om te doen? Jij bent teamcaptain, hoor ja. Ik net. Ja, dat ben ik, ja. Ja, en hoe is het gegaan vannacht? Vannacht heel goed. We hebben het heel goed kunnen verdelen. We waren helaas maar met z'n drieën. Dus we hebben om het uur hebben gelopen en dat is heel goed gegaan, boven last, de verwachting. Wel last van je benen? Nou, een beetje spierpijn, dat wel natuurlijk. Hè? Maar dat kan niet anders. Nee. Want we lopen natuurlijk extra dan. Maar dat maakt niet uit, het gaat wel weer over. Dus, Ja, het is allemaal voor het goede doel, hè, natuurlijk. Het is voor het goede doel, natuurlijk. En we kenden elkaar niet, dat was ook zoiets leuks. Karin heeft iedereen bij elkaar geroepen. Maar we hebben gewoon een keigezellige ploeg. Het is gewoon lachen, gieren, brullen en dat is de bedoeling. Samen lol maken en dan voor het goede doel iets opbrengen. Zou je het nog een keer doen volgend jaar?
weet ik niet. Mijn zolder is nou leeg met troep, dus dat... We hebben net een aantal kraampjes gehad. We zijn afgesloten met een fantastische suikspin. Dus we gaan weer terug. Het hele feest werd gepresenteerd door Jan de Kraan. En Jan, die ken ik al heel lang, maar ik wist niet dat hij zulke presentatorische kwaliteiten had. Jan, fantastisch gedaan. Dankjewel. Het was ook heel tof, heel geweldig om dit te mogen doen. Want 2 weken geleden belde Jos mij op van, goh, Jan, ik heb een vraag. Zou jij alsjeblieft dit weekend willen presenteren? Hij had me wel eens vaker bezig gezien. Nou, en omdat het onderwerp me ontzettend aansprak, persoonlijk, zei ik, ja, is goed, doe ik. Vind ik een uitdaging. Het spreekt ons allemaal aan, maar jou extra, want je bent net genezen. Jij bent een van de survivals. Ja, klopt. Ik 2010 kwam bij de huisarts en ik had blaasontsteking gehad. Hij zei, nou ga jij maar eens naar een uroloog. En dan ben je op donderdagavond om 5:00 kankerpatiënt. Ik denk, ja, ik kan 2 dingen doen. Op de bank gaan zitten huilen of ik kan gewoon naar school gaan en mijn lessen voorbereiden. Ik heb laatste gedaan. En dan kom je in een traject. Eerst een TURP. Dat wil zeggen, dan gaan ze dus je urinebuis verwijden, dat er meer tegelijk uitkomt. Moest ik een maand wachten tot het genezen was. Daarna 36 bestralingen in Tilburg, want toen hadden ze nog geen verbeten in Breda. Na die 36, 3 jaar hormoonspuiten. En toevallig, 3 weken geleden ben ik bij de uroloog geweest. Hij zegt, nou Jan, voor je prostaat hoef je niet meer op controle te komen. Wel nog voor jouw blaas. Dus ja, dat was gewoon prima. Geweldig bericht. Heb je toch een extra borreltje opgenomen, zeker? Zeker. En dan krijg je dit, deze uitnodiging. Denk, ja, dat moet ik doen. Dit past bij jou dan. Juist. Ja. Klopt helemaal. Ja, ja. Maar jij hebt nog meer verbindingen hier? Nou, met sprint eigenlijk niet. Nee, maar buiten. Jij kent Jos? Ik ken Jos via het onderwijs. Ik heb 40 jaar voor de klas gestaan. Dus ja, dan heb je wat tijd over nou. Wat vond je het leukste van deze dagen? Nou, ik vond het met die kinderen natuurlijk heel leuk. Die kinderen lopen, die hadden expres tegen de draad in laten lopen. Dat ze allemaal high five konden doen met de andere lopers. De kinderen liepen 24 minuten, de volwassenen 24 uur. Dus dat klopte allemaal. Ja. De finale was heel leuk. Ja, en gisteravond om 11 uur de kaarsenceremonie was ook heel indrukwekkend. Dat was echt kippenvel. Ja, ik kan me voorstellen. Heel mooi gedicht. Een mooi lied. Stilte ertussen. En daarna ging iedereen langs alle kaarsen die hier rond het parcours stonden. Zaten in zakken en er stond een wens of een spreuk op. Het was doodstil. En dan moet je je voorstellen, al die lampjes, al die kaarsen. Heel indrukwekkend. Echt om kippenvel van te krijgen. Mooi. Jan, dankjewel dat je even bij ons aan tafel wilde komen. Ik wens het hele festijn een verre toekomst. Hè? Want dit moeten we nog 100 keer gaan doen. Hoop ik ook. En ik hoop voor jou dat de gezondheid jou niet meer in de steek gaat laten. En dat het hiermee klaar is. Daar vertrouw ik gewoon op. Dankjewel. Dankjewel, graag gedaan. Nou, Jan die had het uitgebreid over de kidsloop. En natuurlijk gaan we daar ook even naar kijken. Ja, welkom op dag 2 bij de Samenloop voor Hoop in Breda bij AV Sprint. Vannacht hebben de deelnemers doorgelopen en zometeen om 11 uur is er een kinderloop. En de kinderen ja, die lopen geen 24 uur, maar 24 minuten. Hoe lang doe je over een rondje? Ligt eraan hoe de stand van de zee staat. Ja, hoe staat hij? Nou, op dit moment heel gunstig. Dus binnen 2 minuten zou je een rondje hebben kunnen zwemmen? Ja, warme golfstroom. High five! High five, hè? Gaat goed? Ja. Vind je het leuk? Ja. Maar wel een beetje moe, denk ik. Ja. Ah, je hoeft nog maar een klein stukje, hè? Ja. Nou, komt goed. Succes, hè? Hoe is het? Goed. Ja? Loopt het een beetje lekker? Ja. Hoeveel rondjes ga je lopen vandaag? 10 of zo. En jij? 10. En jij? 12. Ah, dan ben jij de winnaar. Hé hey, maat, ik kom jou heel even storen. Hoe heet je? Milan. En hoe oud ben je? 13 jaar. Hé, hey, dan ben je wel een jonge DJ. Ja, klopt. Ja. Hoe lang sta je al te draaien? Hier? Ja. Een uurtje nu. Vind je het leuk? Ja, zeker. Ja, wat is nou het leukste van dit evenement dan? Ja, dat het gewoon voor het goede doel is. Dat het een doel heeft. Ja. Als je zelf ook mee wil lopen, wat ga je dan nog doen?
Nou, 24 uur of zo, dat is wel lang. Dat had ik niet volgehouden. Nee, dat snap ik. Ja, heb ik ook heel veel respect voor deze mensen die het wel doen. Nou, zullen we even kijken hoe jij dat gaat doen dan? Een heel rondje. Heel rondje. Is er een EHBO aanwezig? Ja, die kunnen we wel regelen. Die gaan we wel regelen als jij het doet. Nou, oké. Okay, nou succes. Dan komen we zo even kijken bij jou. Het leukste is denk ik toch wel dat, ja, dat je allemaal wel iets kunt doen. Ik denk dat voor veel mensen ook moeilijk is als iemand in een omgeving kanker heeft of die dik bij hun staat. En dat je toch best wel machteloos bent, dat je daar niks aan kunt veranderen. En het is zoiets wel fijn dat je samen de schouders eronder kunt zetten en ja, voor je gevoel wel iets aan het doen bent tegen kanker. Hey, wacht, en ik zie bij jullie een koptelefoon, hè? Ja. Loopt het voor jullie makkelijker dan met muziek op? Ja, wel een beetje. Waarom hebben jullie mijn brouten om? Is dat iets of... Ja, dus die vonden het saai om de hele tijd hetzelfde rondje. En dan vonden ze leuker om met een beetje muziek. En wat voor muziek luisteren jullie dan? Ah, gewoon een beetje leuke muziek. Zoals? Nee, weet ik niet. Hard wel, denk ik wel. Chesto, maar ik weet het niet meer. Maar wel een van, wel twee van die. Zojuist is het bedrag bekend geworden en de organisator van dit spektakel, Samenloop voor Hoop, Jos Figlarek, staat hier bij mij aan tafel. Jos, tevreden? Heel erg tevreden. Je weet nooit van tevoren wat het is en wat het wordt. Het is de eerste keer dat we het in Breda doen. Wil je 10.000, wil je 15.000, wil je 800, wil je 20.000? Je weet het niet, je hoopt op een hoog bedrag. De voortekenen waren er wel dat het wat hoger zou zijn dan 5000 euro. Wij hebben het gelukkig, en daar zijn we heel trots op, het begint met een 3. Dus het gaat lekker. Je mag hem zo overhandigen. Ik wil alleen nog even weten hoeveel mensen dat er geweest zijn. Er zijn, je bedoelt deelnemers? Ja. Ongeveer, ik weet niet op de kop af, maar 300 teamleden. 50 eregasten. En meer dan 50 kinderen die de kinderloop hebben gedaan. Fantastisch. Ja. En ik vond de sfeer buitengewoon. Dat was gisteren al zo en dat is nu nog steeds. Ja, wij hebben dat van veel mensen gehoord. En je hebt het gisteren zelf ook al tegen ons gezegd. Wij zijn daar blij om. Wij doen dat niet alleen. Dat doen de mensen. Dat doen de deelnemers. Iedereen die eraan meegewerkt heeft. Dan is nu het moment aangekomen. Want naast jou staat Ingrid van der Heijden. Ja. Van de KWF. Ja. Ingrid, jij mag de cheque in ontvangst gaan nemen van Jos. Dat is een hele dankbare taak. Ja. Dat is niet verkeerd. Je mag de microfoon even aan haar geven. En dan de cheque aan Ingrid overhandigen. Ingrid, dan mag jij het laten zien aan het volk. Ingrid van der Heijden van KWF maakt nu het bedrag bekend. 38.914,73 euro. Zo. Fantastisch. Het is een fantastisch bedrag. Hadden wij niet durven dromen. Dus we zijn heel trots op deze organisatie hier in Breda. Ongelooflijk. Heel veel dank. Bijzonder, Jos. Ja, zeker heel bijzonder. Ja, wat ik al zei, is het 5, is het 10, is het 15, maar het is 30 en het is 38. Maar dit is nog maar een tussenstand. Want we wilden op tijd de uitslag bekendmaken. Er ligt nog wat geld in de kast. Er zal misschien nog wat komen van sponsors. Maar we denken dat we zeker de 40 en misschien nog wel meer halen. Ik kon jou gisteren niet verleiden om een streefbedrag bekend te maken. Maar je had natuurlijk wel iets in je hoofd. Ben je een gelukkig mens? Ik had het idee dat je me gisteren uit de tent lokte. Ja, dat was de bedoeling. Dat is goed gelukt. Dat is niet goed gelukt, moet ik zeggen. Maar dat het bijna 40 zou zijn of rond de 40. Dat was ook voor ons een heel hoog bedrag. Het straalt van je af. Ja, dankjewel. Maar jullie hebben het zo verdiend. En natuurlijk al die mensen waar het om gaat. Ja oké. En ook het eigen bestuur. Iedereen was er voor elkaar. Als er iets fout ging, we hielpen elkaar. En dat hoort zo. Dat mag zo. Dat moet zo. En daar zijn we blij mee. Dankjewel, Jos. En ik zeg gewoon tot volgend jaar. Nou, ik heb daarnet gezegd dat het volgend jaar in ieder geval niet zal zijn. Want het is meestal zo dat het niet een jaar daarna meteen weer gaat. Oké. Maar... En het jaar daarna weet ik... Dat... Dan maken we er een biennale van. Ja, de klok is gestopt op 24.59.59. Dat wil zeggen dat het nog niet helemaal af is. Dus we zien wel. Oké, dankjewel. Graag gedaan.
zeggen, ja. Ja, dit is heel leuk om te doen. Dadelijk al die mensen vanmorgen al bij de kinderen. En nu daar bij de laatste ronde. Dus super, hè. Super. De kroon op het werk van het weekend voor iedereen die hier loopt, hè. Zo, de sfeer kun je niet weergeven. 2, 1, dankjewel, hè, proost. Proost, jongen. Applausje, dames en heren, voor dit geweldige bedrag. Een bedrag van 38.914 euro en 73 cent. We zijn aan het einde gekomen van Samenloop voor Hoop. Zowel Samenloop voor Hoop is afgelopen als dit programma. Ik bedank de hele crew voor het werk wat ze gedaan hebben. Ik bedank u voor het kijken en de mensen van Sprint dat we hier zo gastvrij ontvangen zijn. Bedankt en wellicht tot de volgende keer. Breda nu. Je weet het meteen.